Rond 1955 is men begonnen om de wijk Kuik-Noord te realiseren. In 1957 verrijzen de eerste woningen aan de Anne Frankstraat. En zo ontstond er een nieuwe wijk, de Valende. De oude ULO-school in de Irenestraat werd in 1961 ingericht als noodkerk. Christiaan Smits kreeg in 1961 de opdracht van bisschop Beckers om in Kuik-Noord de parochie en het kerkgebouw te laten verrijzen. In april 1964 ging de eerste spade in de grond, in het bijzijn van deken van den Akker, burgemeester van Zwieten en bouwpastoor Smits. Drie maanden later, 5 juli 1964, was de eerste steenlegging door pastoor Smits. De klok die werd ingewijd had een gewicht van 449 kilo. In juli 1965 vond onder grote belangstelling de inwijding plaats door bisschop Beckers. De oplevering van de kerk en pastorie was op 1 februari 1966 om 10 uur. De kerk is gebouwd door aannemersbedrijf Jacques Aerts uit Kuik. De kerktoren is 17 meter hoog. In 1982 kwam er een stellage bij onder het kruis, waardoor het kruis 25 meter hoog kwam te staan. Deze stellage werd gebouwd en geplaatst door Kepser.
Pastor Toon van den Akker is 66 jaar. Hij werd geboren in Gemert en ging op zijn 19e naar het gymnasium van de Kruisheren in Uden. Op het Groot Seminarie in Sint Agatha doseerde hij later filosofie. Hij was achtereenvolgens studentenpastor in Amsterdam en pastor in Rotterdam. In 1994 werd hij gevraagd voor de Sint-Jozef-parochie in Kuik-Noord. Inmiddels is hij met pensioen, maar hij blijft zich zeer verbonden voelen met de Kuikse gemeenschap. Hij bezoekt oud-parochianen en heeft zitting in verschillende overlegorganen. Daarnaast verricht hij nog regelmatig kerkelijke taken. Gaudeamus omnes in domino. Uitdrukkelijk gezegd een dankvier. Iedereen. Ik kan geen namen noemen en dat hoeft ook niet. Pastor de Akker heeft ze allemaal op eigen titel uitgenodigd. Trouwens, iedereen was van harte welkom. Ja, en zo mag ik dat vandaag terugzien op een totaal van 31 opgeteld mooie jaren in Kuik. En ik hoop er nog veel bij komen, want ik blijf hier wonen. Maar de reden waarom wij hier bij elkaar zijn, is dat we hoofdzakelijk gelegen in het feit dat ik u wil bedanken. Dat is mijn echte hoofdzaak, dat is hier een meetingpoint, een ontmoetingspunt. Al die honderden vrijwilligers, en natuurlijk ook heel de gemeente Kuik, alle parochianen, vrienden, kennissen, ik wil u allemaal bedanken. Mogen. Nee, we zijn elkaar gezien. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest gaan. Bedankt. Ik ben wij heel blij hier. Het is eigenlijk voor alle vrijwilligers, voor al die mensen hier in Kuik, vader met Kuik Heesjaarse Kampen, dan hebben we ook een leerwinnaars. Het is hier leer van Vlaanderen, het is voor de Kuikse leeuw en zijn zeer zachtmoedig. Dus, dank u wel. En bedankt voor uw woord. Dank u wel. Thank you.
ik mocht hier staan en toen dacht ik, nu ga ik maar eens in het openbaar zeggen wat ik van velen hoor, maar ook zelf zo vind. Je bent een kanjer en we houden allemaal heel erg veel van je. Mogen wij voor jou een zegen zijn, zoals jij dan nu al 40 jaar van me bent. Thank you.
gramstige moeder dan. Om toekomstige moeder dan. Doe dan een keer. Ja, dus hier. Kom binnen in Gods eigen huis. Zing de mannen eens alleen. Jullie, met z'n vieren. Kom binnen in Gods eigen huis. Eigen hoofd, toch woont je ook in elke dat voor u en voor alle mensen wordt.